Het restant van Willem II NAC Breda vanaf minuut 51 seconden 30. Het is toch een gekke gewaarwording in een leeg stadion. Maar het is allemaal het gevolg van het tweemaal staken door voorwerpen op het veld. Maken beide ploegen er dan nog wat van? Het spelbeeld verandert niet heel erg ten opzichte van de wedstrijd zondag. De ploeg van Robbenmond ondergeschikt aan de ploeg van Huballa. Maar ja, één doelpunt kan misschien wat leven in de brouwerij brengen. En dat doelpunt wordt gemaakt door Thijs Oosting. Voorzet van Ringo Meerveld. En zo kan Oosting zijn eerste van het seizoen binnenknikken. Ruim 20 minuten dan nog. Maar NAC blijft de bovenliggende partij met Van den Berg, die al een keer scoorde in het eerste gedeelte en nu tegen de lat kopt. De nieuwe Belgische centrale verdediger bij de Bredanaars. Gavier Vet. Seydiou was al de maker van het allereerste doelpunt in deze wedstrijd. Was hier dichtbij 1-4. De nieuwkomer van Malmö die positief opvalt in allebei de delen van de wedstrijd. Geldt ook voor Spits Horgan. Die hebben al wat onderrondjes gehad. Op zondag en op dinsdag doen ze er nog een onderrondje bovenop. Seydiou maakt zijn tweede van deze wedstrijd en nu al zijn derde van het seizoen. Hij is nu ook al effectiever dan dat hij ooit was in het shirt van Malmö. En dat in een aantal wedstrijden keukenkampioendivisie. De marge weer 3 en dan weet NAC wel dat de buit binnen is. En kan het misschien nog wel even uitlopen naar een 5-1 met Leemans. Horgan, maar die raakt de bal niet vol genoeg. Dus heeft Smits de bal te pakken. Het blijft bij 1-4. De 3 punten die waren eigenlijk al voor NAC. Maar nu is het echt zeker. En dan kan er handen geschud worden met Robbenmond.